De ministers van Suriname en Guyana bevestigen de toezegging van hun regeringen om de vriendschapsbanden tussen de beide landen te versterken. Verder is er in een gezamenlijke verklaring tussen de twee buurlanden opgenomen dat de samenwerking verdiept en uitgebreid zal worden. Beide landen zullen zich inspannen ter verbetering van de samenwerking op het gebied van transport, infrastructuur en integratieverbindingen. Dit is van cruciaal belang voor de verdieping van investeringen, handel, toerisme en culturele betrekkingen. Beide partijen spraken hun grote tevredenheid uit over de vooruitgang die is geboekt bij de grondige afweging van de noodzakelijke activiteiten voor de studie, het ontwerp, de financiering en de aanbesteding van diensten voor de bouw van de brug over de Quarantainrivier. Ze waren het eens over de principes, strategieën en manieren waarop de basis voor meer en wederzijds voordelige samenwerking kan worden gelegd op het gebied van landbouw, gezondheid, bevordering van binationaal toerisme, gezamenlijke marketing van goederen en landbouwproducten, sport en cultuur. De regeringsvertegenwoordigers hebben ook manieren en middelen besproken waarmee uitwisselingen voor capaciteitsopbouw op het gebied van olie en gas kunnen plaatsvinden. Wat de algemene samenwerking op gezondheidsgebied betreft, juichen de ministers de goede werkrelatie tussen de gezondheidssectoren van de twee landen toe en beloofden ze verschillende initiatieven te ontplooien die hun samenwerking en wederzijdse bijstand in de sector zouden versterken. Onderwerp van gesprek tussen de ministers van Suriname en Guyana was ook het aanstaande bezoek van president Irfan Ali aan Suriname voor de 45e herdenking van de staatkundige onafhankelijkheid. President Ali zal een speciale gast zijn van president Chan Santokki bij die gelegenheid en tijdens dat bezoek zullen verschillende overeenkomsten worden ondertekend.